zien. Zij hadden budget beschikbaar. Dus ik heb gepitcht. Zij hadden budget beschikbaar, ongeveer 500 euro. En we zijn gaan rekenen. We hebben een begroting opgemaakt. En we kwamen ongeveer 1000 euro tekort. En dat moest ergens vandaan komen. De logische volgende stap leek toen om dat misschien op te halen bij mensen en bij vrienden, kennissen, familie. Wat mij een goed idee leek was om het via voor de kunst te doen. Omdat dat gewoon heel betrouwbaar overkomt en gewoon ook wel een goede naam heeft. Dus dat het gewoon. Dus ik heb er bewust voor gekozen om niet een mail rond te sturen met jongens. Dit is mijn rekeningnummer, dit is het project. Als jullie willen, kunnen jullie daar een bijdrage. Maar ik heb gewoon voor gekozen om het via zeg maar een platform daarvoor te doen. Het zijn een paar stappen, hè? Dus het is dingen. Dit is een soort. Het is een prothese. Dus voor de ledematen, dus voor de handen en de voeten. En dat is het concept, of dat is de gedachte erachter. En samen met dat hoofd. Dat refereert naar een soort lichaam. Dat is bij elkaar vormt dat een lichaam. En dan met al die koppen erop. Het is een soort totemachtig. Ding. En voor mij is dat dan logisch. Alleen de. Het is misschien niet meer helemaal herleidbaar waar dat vandaan komt of zo. En dat. Het daagt mij uit. Het is alleen, het zijn vrij. Ja, sowieso kleurrijke beelden, maar het zijn vrij extreme, misschien toch dingen. En tegelijkertijd ook niet voor degene die daar gevoelig voor is. Thank you.